net als vele anderen. Er was maar één moment dat Max het moest doen en hij deed het. Ze halen ze er wel uit. En dan? En dan? Rijdt Max Verstappen pal achter Lewis Hamilton. Eerlijk gezegd is het dan zondagavond en dan, ja, dan is het toch niet meer helemaal het moment om nog te gaan schilderen. Maar dan ben ik wel 's maandagsmorgens tegen een uur of 5, 6 wakker en dan denk ik beginnen. Net zoals ooit Mohammed Ali Sonny Liston tegen het canvas sloeg, is dit ook een moment dat, ja, dat zal niemand vergeten. Dus de moeite waard om een schilderij over te maken. Hamilton has the advantage. Verstappen has the faster, fresher tires. Ik ga kijken wat voor een band erop houdt. Volgens mij in de witte. In eerste instantie had ik Hamilton hierachter gezet. En dat beviel me niet. Je kunt ook zien, we hebben weer wit gemaakt. En toen heb ik hem hier geschetst. En ik dacht, dat is eigenlijk veel mooier. Dan zie je dat Max er voorbij is. Die van Max is mooi. Dat pruisisch paarsige blauw met dat knetterende geel en rood van dat logo. Ja, een mooie auto om te schilderen. En die iets minder. No, Mikey, no, Mikey, that was so not right. And he's going Dutch in 2021, Max Verstappen. Hij heeft hem. Hij heeft hem. Gekhuis. Ik denk dat Max andere dingen aan zijn hoofd heeft. Dat is, nadat ik diverse artikelen heb gelezen, me wel duidelijk geworden. Dus ik weet niet of Max überhaupt geschrokken. Bovendien, die jongen die ziet zoveel foto's en beelden van zichzelf. Die kijkt echt niet op van een schilderij. Dat denk ik niet. Hé, hey. Hoeveel auto rij je daar? Ja, weet ze nog niet. Laat, hè?